Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer we deze video kijkt. Ik ben Ellen Helsper en ik ben professor in sociale en digitale ongelijkheid aan de London School of Economics en Political Science. En daar werk ik aan de media- en communicatiefaculteit. In deze presentatie, die uit twee delen van 15 minuten bestaat, wilde ik u graag vertellen over het onderzoek dat wij doen en over de implicaties daarvoor voor onderwijs, beleid en praktijk. Ik heb wat slides om te illustreren van het onderzoek dat we doen. Kijk naar de digitale vaardigheden. Met toestaan om die met u te delen. Ik had al gezegd, ik zal ook zorgen dat u mij kunt zien. Ik had al gezegd dat we twee delen zullen hebben. Dit is het eerste deel. Ik wil bij het onderzoek vooral met u praten over twee projecten. Van Digital Skills, het Tangible Outcomes project en de Youth Skills of Y Skills project. In allebei deze projecten staan digitale vaardigheden centraal en de manier waarop die ons toestaan om deel te nemen aan de digitale samenleving. Het Y Skills project is een project dat op jongeren gefocust is in Europa. Van Digital Skills, het Tangible Outcomes project, een project dat gericht is meer globaal, ook op oudere en jongere generaties. Maar in beide staan dus die digitale vaardigheden centraal. Ik zal beginnen met uitleggen wat het soort model is dat we gebruiken om te denken over digitale vaardigheden of eigenlijk digitale geletterdheid. Die terminologie gebruiken wij. En dat is de kans en de vaardigheid om digitale media te gebruiken. Dat is een soort basisprincipe, uitgangsprincipe. Maar ook om die vaardigheden te hebben om te beslissen om ze niet te gebruiken. Nou, we zijn niet geïnteresseerd alleen maar in digitale vaardigheden op zich. Maar in de manier waarop ze die vaardigheden ons de kans geven om voordelen te trekken van de digitalisering van de samenleving, om voordelen te trekken van het gebruik van digitale media in het dagelijks leven. En ook belangrijk om te voorkomen dat de negatieve uitkomsten die daar ook bij komen kijken bij de digitalisering van de samenleving. En dan is het belangrijk voor ons om daar niet alleen maar over te denken op digitale vaardigheden over met betrekking tot de technologie die nu bestaan, de apparaten en de soort software die we nu gebruiken, maar ook in een digitale samenleving van de toekomst, die er misschien anders uit zal zien. Dus we hebben nodig vaardigheden die zo transferable zijn naar andere contexten, niet alleen maar op hele specifieke apparaten of software zijn. Dus niet alleen maar nu, maar ook in de toekomst. En zoals ik al zei, zijn wij geïnteresseerd in de ongelijkheden daarin, die daarin bestaan, in die vaardigheden, maar vooral ook in die uitkomsten van het gebruik van digitale media of van de digitalisering van samenleving voor verschillende groepen. Niet zozeer alleen maar geïnteresseerd in de digitale vaardigheden zelf. Hoe waardig zijn Nederlandse jongeren? Ik gebruik hier de data van het Youth Skills project. Y-Skills project, de Nederlandse data. Het is echt vers van de pers. Het rapport wordt deze week of volgende week gepubliceerd door de Europese Commissie. En wat we hier zien in deze grafiek is dat ongeveer de helft van de vaardigheden die we gemeten hebben, 25 vaardigheden, worden op hoog niveau door deze jongeren beheerst. Dat betekent dat ze deze vaardigheden, als er dat gevraagd wordt, op dat moment kunnen uitvoeren zonder hulp, zonder iets over te zoeken. En dat ze zeker van zijn dat ze dat kunnen. Dat betekent dus ook de helft van de vaardigheden niet op dat niveau wordt beheerst. En dat ze misschien ook moeten vragen of niet echt zeker weten dat ze dat wel zullen kunnen. We zien daar best wel wat verschil in tussen verschillende soorten vaardigheden. Dus bijvoorbeeld technische en operationele vaardigheden en communicatie- en interactievaardigheden worden meer op hoog niveau beheerst, ongeveer 60%. Ik denk natuurlijk wel dat ook 40% van die vaardigheden niet op hoog niveau wordt beheerst. We zien dat informatie en navigatie en evaluatie en contentcreatie en productie gerelateerde vaardigheden, dat die op veel minder op een hoog niveau beheerst worden, maar 40 of iets meer dan 40% van die vaardigheden wordt echt op een niveau beheerst dat jongeren dat zeker kunnen op dit moment als het ze gevraagd wordt. Dus meer dan de helft van de jongeren kan dat niet. En programmeren, dat is echt maar 117% of 17% ongeveer van die vaardigheden, dat ze dat echt beheersen. Nou, het is belangrijk om hierbij te kijken naar verschillende soorten vaardigheden. We hebben functionele vaardigheden, maar ook
Dat zijn vaardigheden die je toestaat om technologie te gebruiken zoals die ontwikkeld is. Hè, om, als het voor je gepresenteerd wordt, om het gebruiken volgens de instructies, zullen we maar zeggen. En kritische vaardigheden, die een meer actief gebruik van de technologie toestaan. Het is niet alleen maar om het gebruiken zoals ze bedoeld zijn, of een meer functionele manier. Maar ook om te begrijpen waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier gepresenteerd worden. Wat de implicaties zijn van deze vaardigheden voor die verschillende jongeren. Voor de mensen die deelnemen aan die digitale samenleving of op de digitale media zijn. En hoe je dat zelf kan manipuleren, hoe je content kan creëren, hoe je positieve interacties kan herkennen en daarmee die kunt creëren. En het zijn vooral die meer creatieve of die meer kritische vaardigheden die ontbreken op hoog niveau. Functionele vaardigheden zijn vaak meer onderdeel van die 60 en die 40% die we hier zien. En we zien ook, als we het hebben over ongelijkheden, dat het vaak dat het afhangt van de groep naar waar we kijken, of functionele of kritische vaardigheden ontbreken of een probleem zijn. Ik zal hier nog een beetje op ingaan op een gegeven moment in deze presentatie. Wat we zien is dat die vaardigheden dus niet op hetzelfde manier verdeeld zijn onder verschillende groepen in de samenleving, en dat dit vaak historische patronen van ongelijkheid reflecteert. We zien bijvoorbeeld dat onder jongens en meisjes minder digitaal zelfvertrouwen hebben, minder vertrouwen hebben in hun kunde om deel te nemen aan de digitale samenleving en minder vertrouwen hebben in digitale vaardigheden. Maar als we echt vaardigheden meten, concreet vaardigheden meten, dan merken we dat meisjes eigenlijk meer vaardigheden hebben dan jongens. We zien sommige van die patronen ook toch anders zijn afhankelijk van de soort groep waarnaar we kijken. Bijvoorbeeld, als we naar etniciteit kijken, dan zien we dat etnische minderheden en etnische meerderheden, jongeren in dit geval, en het onderzoek van Digital Skills and Gender Outcomes project over Engelse jongeren, maar we zien deze patronen ook onder Nederlandse jongeren. Dat we zien dat etnische minderheden en de etnische meerderheden jongeren een beetje hetzelfde niveau van zelfvertrouwen hebben. Maar als het gaat om vaardigheden, hebben ze juist minder vaardigheden. Concreet minder vaardigheden. En het is natuurlijk een probleem als iemand denkt dat die vaardigheden heeft, terwijl ze dat niet hebben. Want dan zullen ze niet om hulp vragen, dan zullen ze niet erkennen misschien dat ze hulp nodig hebben. En het andere probleem met zelfvertrouwen is dat als mensen zelfvertrouwen hebben, dat niet gegarandeerd is, of als ze geen zelfvertrouwen hebben, terwijl dat wel gegarandeerd is door hun vaardigheden. Als ze dus in het laatste geval, dat ze dan niet zichzelf zullen zien als ook iemand die andere mensen kunnen leren, of dat ze vaak niet gezien worden door andere mensen als mensen die goede praktijken hebben, die aanvaard worden als dat ze daar maar eens aan moeten kijken om zelf wat te leren. En dat is een soort negatieve dynamiek ontstaat. Wat we zien met sociaal-economische status, dus dat is het inkomen van de ouders, maar ook de opleiding van de ouders en van het huishouden, is dat we zien dat jongeren die in armoede leven en geen digitaal zelfvertrouwen hebben, en geen digitale vaardigheden hebben. En dit zijn dus echt groepen jongeren die echt in de digitale samenleving heel veel achterstand liggen. Want als je geen zelfvertrouwen hebt, zul je ook niet gaan spelen met de technologie. Dan neem je geen risico's, dan leer je niet om dingen te doen. Wat we wel zien, is dat van al de groepen waar ik het net over gehad heb, dat het vooral dat die jongeren die in armoede leven, een beetje alle vaardigheden ontbreekt, of die van lage socio-economische status. Terwijl bijvoorbeeld andere etnische minderheden en de meisjes waar we het over hebben, dat die vaak juist hogere niveau van die kritische, meer creatieve vaardigheden hebben. Terwijl jongens vaak meer functionele vaardigheden op hoog niveau hebben. Nou, we hebben het natuurlijk niet alleen maar over sociaal-economische of sociaal-culturele problematiek. We hebben het ook in ons onderzoek over sociaal-psychologische of psychologische problematiek van jongeren. En wat ik hier nu wil laten zien is hoe het hebben van vaardigheden op verschillende manieren kan uitpakken, afhankelijk van de groep naar waar we kijken. Wat u ziet hier op deze as, is het niveau van negatieve uitkomsten van het gebruik van technologie, en dan vooral gebaseerd op welzijn. Dus een goede relatie met je ouders, gezond eten, je goed voelen over jezelf, dat meten we hier. En op deze as zien we het niveau van emotionele problemen. Nou, als we dan kijken naar jongeren met lage vaardigheden, dan zien we dat jongeren met hoge emotionele problemen en
lage vaardigheden veel meer risico lopen op negatieve uitkomsten dan jongeren die lage emotionele of geen emotionele problemen hebben en lage vaardigheden. Dus de jongeren met emotionele problemen echt veel meer risico nemen op een soort negatief uitkomst te hebben. Dat ze niet zo goed die negatieve uitkomsten kunnen vermijden. Misschien denkt u dan omdat ze de vaardigheden niet hebben. Nou, daar geef ik u een moment om over na te denken. Dan wie de grootste risicogroep zou hebben. Dus als we kijken naar de mensen, de jongeren die wel hoge vaardigheden hebben. Waar zou die lijn dan lopen? En wie is er het meeste... Het meest waarschijnlijk dat ze negatieve uitkomsten kunnen vermijden. Nou, dit zal misschien sommige mensen wat verrassend zijn, is dat we zien dat jongeren die emotionele problemen hebben, dus veel emotionele problemen hebben, dat daar de jongeren met meer vaardigheden juist meer risico lopen op negatieve uitkomsten dan jongeren met lage vaardigheden. Terwijl als we kijken naar jongeren zonder emotionele problemen of met minder emotionele problemen, daar in die groep zijn juist hoge vaardigheden, hebben een positief effect op het aantal negatieve uitkomsten dat ze behalen. Nou, we kunnen daar in de vraag en antwoord sessie misschien nog wel even over hebben. Maar een van de dingen die gezegd moet worden is dat het vooral technische vaardigheden zijn. En dit is een probleem in het algemeen. Als we kijken naar curricula, is dat in plaats van de kritische, creatieve vaardigheden, vaak juist alleen maar technische vaardigheden, functionele vaardigheden worden onderwezen. En dat dit een verklaring zou kunnen zijn voor dit effect wat we hier zien. Nou, ik wil concluderen met een paar conclusies. Ik heb niet al het onderzoek kunnen presenteren natuurlijk wat ik graag wil. Maar wat ik hier demonstreer, is dat... dat het verstrekken van een goede infrastructuur en toegang, dat essentieel is natuurlijk, zonder computers of zonder toegang tot het internet kunnen we natuurlijk niet deelnemen aan de digitale samenleving. Dat is essentieel, maar niet genoeg om ongelijkheden te verminderen. Zoals we al zagen in de data die ik gepresenteerd heb, is het hebben of niet hebben van digitale vaardigheden ongelijk verdeeld. En dat je dus toegang op zich niet genoeg is, want als je de vaardigheden niet hebt om die te gebruiken, dan kun je ook daar geen profijt van trekken. Nou, laat ons onderzoek, dat dus gebaseerd is en gefocust is op die uitkomsten, ook zien dat vaardigheidstrainingen en voorlichtingscampagnes niet voldoende zijn om ongelijkheid te verminderen. De grafiek die ik net liet zien van de kwetsbare jongeren laat zien dat het trainen van vaardigheden in bepaalde groepen misschien juist kan leiden tot meer negatieve uitkomsten als dat niet goed gecontextualiseerd wordt. En het is zeker het geval als er uitsluitend, dus die vaardigheidstraining uitsluitend op technische vaardigheden is gericht. Of als voorlichtingcampagnes alleen maar hebben op alle goede dingen die er op het internet of in de digitale media te vinden zijn. En niet gaan over de meer negatieve aspecten. Want dan zeker jongeren met emotionele problemen komen dan meer op risico om negatief uit. Omdat ze daar niet over geleerd hebben of dat niet beseft hebben. Of een soort spiraal terechtkomen waarbij. Dus die hele validatie zoeken van dat positieve aspect. Wat ook, waar ik het niet zo over heb gehad in deze presentatie, maar wat wel heel belangrijk is, dat is het verstrekken van inhoud en services op zichzelf ook niet genoeg is. Dus je zou kunnen zeggen, want misschien is het omdat er niet het goede soort inhoud is voor bijvoorbeeld etnische minderheden. Of voor groepen die gemarginaliseerd worden in de samenleving, dat het niet relevant is, hè? Dat soort dingen. Maar we zien dat als je met dezelfde inhoud wordt gepresenteerd, relevante persoonlijke inhoud wordt gepresenteerd, dat er nog steeds ongelijkheden zijn in de uitkomsten die mensen kunnen bereiken, positieve en het vermijden van negatieve uitkomsten. Als we kijken naar verschillende achtergronden, mensen als ze dezelfde dingen doen. Dat betekent dus dat we goed naar de context moeten kijken en naar mensen's ervaringen met participatie in de samenleving en wat daar op dezelfde platforms, dezelfde soort. Zelfs het gebruik van de technologie toch tot andere uitkomsten kan leiden. Daar kunnen we het ook hebben over in de discussie waarom dat zo zou kunnen zijn. En het laatste punt wat ik nog wilde maken, is dat het toenemen van sociale ongelijkheden zich afspeelt in specifieke domeinen. En dat jongeren bijvoorbeeld die veel economische
welzijn hebben of die veel vrienden hebben, ook dat in die domeinen digitaal kunnen profiteren. Dus dat het niet zo noodzakelijkerwijs is dat jongeren die in armoede leven ook niet het sociale aspect van media goed kunnen gebruiken. Het betekent wel dat ze meer zullen worstelen en misschien niet zo gemotiveerd zijn om te gaan bijvoorbeeld met onderwijs, als je komt uit een gezin waar onderwijs niet zo belangrijk is. En dat is belangrijk als we gaan denken over curricula en beleid. Nou, dan wilde ik het hier graag bij houden, voor dit gedeelte van mijn praatje. En ik hoop dat ik u ook voor deel 2, dat gaat over de implicaties voor beleid en voor de praktijk, dat ik u daar ook van zie.